Welkom bij de podcast van Menno en Erwin. Ja, elke week hebben we het over de natuur en de wetenschap. En ik zit hier samen natuurlijk met uh, Menno Gerkema. Ja, Menno, het is weer dinsdag. En uh, waar gaan we het deze keer over hebben? We gaan het dit keer hebben over een heel beroemd persoon. Oké. Okay. En dat is uh, Alexander van Humboldt. Ja. En nou eerlijk. Nee. Kende jij meneer van Humboldt voor de. Nee, ik, ben ik ben toch denk... bang van niet, Menno? Weet nee, je, toen hij ik doodging. Dat was, was in dat? 1859. Oké. Okay. Er waren tienduizenden mensen op straat in Berlijn. Hij, hij is doodgegaan toen hij in, uh, in Berlijn was. Yeah. In Parijs liepen honderden mensen op straat. In Amerika, liepen in Washington, liepen honderden mensen rond. En in okay. en New York. En het was een grootheid die daar wegging. Ja. En nu? Nu weet Erwin niet <laughs> nee, meer Humboldt. Hoezo? Nee. In de Engelstalige wereld... Hij is verdwenen. Vraag een gemiddelde Nederlander naar Humboldt. Ja. Nou, misschien weet hij, omdat hij weet dat er humboldt pinguïns zijn, dan denkt hij: Oh, 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 zijn die naar die meneer misschien genoemd? Ja. En ja. je hebt de Humboldt-stroom die om Zuid-Amerika stroomt. Oké. Okay. En als je wel eens in Berlijn bent, dan weet je dat daar een hele grote Humboldt-universiteit is. Dan denk je: Oh, oh. Ja, daar zie je maar: roem is tijdelijk. Ja, ik hou me vooral stil, man, Want ik heb, ik, ik, nee, ik heb echt. Een van de grootste wetenschappers ja. die, we, die we gekend hebben. Okay. Die echt wereldberoemd was in zijn tijd. En nu, ja, in Duitsland, is, is het nog een naam. Ja. Uh, daar leeft hij echt nog voor. Er zijn standbeelden. Uh, zijn maar dat is dan, uh, het is niet in mijn straatje van elektronica en dat soort dingen. Natuurkunde volgens mij. Nee. Of wel? Want dan, nee. dan dat, daar nee. ken ik dan meestal. Dat, wel. Dat, maar nee. zelfs daar heeft hij nog wel uitvindingen okay. gedaan. Want hij was uh, ook heel veel. Hij heeft heel veel wetenschappelijke apparatuur uitgevonden oh. om, om te meten. Hij was dol op meten. Ja. Hij, hij mat uh, aardsamenstelling, uh, weer, uh, hoogte. Temperatuur, magnetisme. Maar klinkt ook als heel verschillend. Ja, en het was dus ook eigenlijk een van onze laatste, uh, zeg maar, universele geleerden. Hm. Want hij is in de biologie he eigenlijk heel groot geworden. Okay. Dat heeft hij met zijn bij zijn leven voor een deel meegemaakt. Darwin bewonderde hem zeer. Maar waren het tijdgenoten? Ja, die kenden elkaar. Dat wil zeggen, ze correspondeerden met elkaar. Oké. Okay. En uh, Darwin die, uh, noemde hem de grootste wetenschappelijke reiziger ooit. Hm. Want Humboldt is, uh, is beroemd geworden vooral door zijn reizen naar Zuid-Amerika. Okay. Waar hij uh, uh, tot op ideeën is gekomen. Net zoals Darwin op ideeën is ja, gekomen de in zijn beroemde ja. tij, rondreis rond de wereld op de Beagle. Ja. Uh, Humboldt die, die, uh, ging door de Andes door het hooggebergte, waar hij al zijn metingen deed, voor het ja. eerst bergen op mat, allerlei technische metingen deed. Ja. Maar ook vooral keek naar, naar, naar de vegetatie, naar dieren die daar leefden. Hij ja. ging samen met een, hij had een Franse botanicus meegenomen. En, uh, en waar hij ook op ideeën kwam. Hij is eigenlijk de, de grondlegger voor wat nu de natuurkundige aardwiskunde is, de fysische geografie. Ja. Hij is de grondlegger voor de meteorologie. Okay. Hij is de grondlegger voor de ecologie, de ecologie. Ecologie, dan al? Ja, zonder dat hij dat woord toen genoemd heeft. Maar hij had voor het eerst het besef dat, dat plek en hoogte en omstandigheden maken dat een vegetatie eruit ziet als het eruit ziet. Hm. En dat bijvoorbeeld vegetaties in de bergen in de Andes precies zo gelijkenis hebben met de vegetatie in de Alpen. Ja, dat het boven zo'n grens alleen maar ja. zo, naaldbomen zijn of, of dat soort dingen. Okay. Dus hij heeft uh, ja op heel veel principes is hij, is hij eigenlijk de grondlegger van isothermen. Dat oh. bepaalde temperatuurlijnen uh, kan je uitzetten over de aarde. Waarmee ja. de temperatuur wij zitten in een gematigd klimaat. Nou, dat zijn allemaal concepten die, die, die uh, allemaal Humboldt uitgevonden heeft. Oké. Okay. Dus daarmee uh, ja, is hij eigenlijk een, uh, een, een, een man die ontzettend veel invloed heeft gehad, in, uh, eigenlijk ook na zijn dood. Ja. Hij was toen al heel beroemd, maar zijn, de invloed die hij op de wetenschap en, gehad en, heeft, is heel en, groot. En ik bedoel, hoe, hoe is hij dan, hoe, heeft hij dan een belangrijk boek geschreven of zo? Dat nou, bedoel, oh. uh, een boek, uh, dat kan je wel ietsje groter neerzetten. Hij kwam uh, van, van heel rijke huizen. Okay, en toen zijn, uh, zijn, zijn, zijn vader ging eerder dood, toen zijn moeder, en toen had hij ineens heel veel geld... Hey, daarvoor was hij mijn ingenieur en werkte hij in het mijnwezen, maar dat, ja, dat, dat vond hij wel leuk, want dan kon hij weer technische uh, dingen uitvinden. Bijvoorbeeld een mijnlamp heeft hij uitgevonden, okay. waarmee je de veiligheid voor mijnwerkers vergroot. Um, maar toen kon hij zijn grote droom verwezenlijken door een wetenschappelijke reis te gaan doen maken. Even nog een mijnlamp, Menno. Wat is een mijnlamp precies? Een mijnlamp, dat is op? een lamp die reageert op de luchtsamenstelling. En als de luchtsamenstelling niet in orde is, dan uh, begint die te flakkeren. En dan zie je dus dat je op moet passen. Op een soort, soort pakiet eigenlijk? Ja. Ah, ja. oké. Okay. Een ja. ja. naderpaniet... Uh, ja, het principe oh, okay. wordt nog steeds gebruikt. Ja, oké. Okay. In ieder geval toen... Uh, toen in, nou, dat was ongeveer 1798. Toen, toen had hij dus de, het geld en begon hij geleidelijk aan de mogelijkheden te ontdekken. om een hele grote reis te gaan ondernemen. samen met die, met die Franse botanicus. Hm. Uh, hij, hij had een enorme verzameling aan meetapparatuur voor een deel zelf ontwikkeld. V 50 verschillende apparaten had hij mee. Okay. En, uh, en, en is toen een reis begonnen uh, in Colombia en Ecuador. Heeft de beroemde berg, de, de Gimborazo, die 6300 meter hoog is, haast gehaald? Hij is tot 400 meter onder de piek gekomen. Oh. Pas 30 jaar later is iemand echt op de piek gekomen. Ja. Maar veel belangrijker, hij heeft, toen kwam hij op de ideeën van, van die klimaatzones en van die isothermen. Want hij zag het. Hij zag het. Ja. En hij kwam op het idee van: hé, hey, maar hier zit systeem achter. Ja. Nou, hij heeft wel vier keer de, de Andes heen en weer gekruist. En toen was hij al zo beroemd, hij correspondeerde heel veel... dat hij uh, uiteindelijk, hij is een paar keer nog op Cuba geweest... in Mexico geweest. En op het eind van zijn reis nog in de Verenigde Staten... daar werd hij ontvangen door Jefferson, de president van Amerika. Zo. En uh, uh, werd daar ook al geëerd van, mm -hmm. vanwege zijn nieuwe inzichten. En toen ging hij uh, terug naar Europa. De roem eilde hem vooruit... De koning van Pruisen gaf hem een, een soort, uh, ja, hoe noem je dat? Een soort jaar, een jaarrente. Ja. Okay. Uh, maar hij was wel een eigenzinnig figuur, want hij ging toch toen terug naar Parijs. Hij ging helemaal niet naar Berlijn, hij ging naar Parijs. Want daar waren meer geleerden waar hij, mee kon, mm. waar, waar ja. hij overleg mee kon voeren. Okay. En toen heeft hij in 30 jaar heeft hij twee derde de rest van zijn vermogen besteed aan het opschrijven, aan, aan zijn reis. Memoires, in feite, met al die mm -hmm. natuurkundige experimenten. En dat zijn dertig grote delen geworden. Oh, okay. Dus dat is een enorm werk geworden. Ja. Uh, en het complete werk, dat is in, alleen in het Frans uitgegeven. Er zijn wel mm. deelvertalingen over, ook in Nederland. Er zijn edities uitgekomen. Mm. Maar het complete werk, in zijn geheel, is alleen in het Frans uitgegeven. Nou, hij, uh, met wat tegenzin, is hij toen. Teruggegaan naar Berlijn, want ja, het was niet te houden. Ik bedoel, de, de, degene die hem betaalde, die wilde toch ook ja. iets van hem hebben. Dat wil ik zien natuurlijk. Nou, ja. pijnlijk genoeg hij was toen net Napoleon aan het oprukken in Duitsland en die hm. versloeg uh, Pruisen in met, bij de slag met Jena in 1806. Hm. En toen heeft hij zich weer dienstbaar opgesteld, want toen zei hij... nou, maar ik wil wel meehelpen bemiddelen in Parijs... dat de, 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 de schadebetalingen die jullie moeten doen, dat die niet zo hoog zijn. Nee. En ondertussen zag hij natuurlijk zijn kans gewoon. Dan kon hij weer naar Parijs en ja. dan kon hij daar weer zijn tijd doorbrengen. Dat uh, was toch wel de place to be, geloof ik. Absoluut, voor hem zeker. En uh, ja, die... Uh, nou, to, to, toen is die begonnen en in 1827 kwam toen uh, het eerste deel uit van Voyage de Humboldt et Bonplan, want dat was een Franse vriend. Uh, het eerste van 23 delen toen. En hij, ja, hij, hij was echt gigantesk in zijn ondernemingen. Hij, hij trok meer dan 50 illustratoren aan om dat, oh, om dat yes. briljant uit te geven. Ja. Hij heeft ook hele beroemde platen gemaakt waar je in één oogopslag ziet hoe de zonering van verschillende vegetaties op een berg eruit ziet. Okay. Dus je, zijn ideeën gaf hij ook heel mooi vorm. Daar ja. is hij ook uniek in. Ja. Hij was de eerste die een groot wetenschappelijk congres bijeenriep in 1928. Okay. Uh, ja. Dat was nog nooit gebeurd. Nee. Dus hij haalde allerlei geleerden bij elkaar, uh, zodat ze over ideeën konden, konden overleggen en spreken. Hm. Toen, uh, ja, zijn ambities waren nog niet op, want toen wilde hij eigenlijk naar Azië. Okay. En daar heeft hij heel veel tijd en energie in gestopt. Hij wilde naar, 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 naar Nepal en naar India. En ja. de, 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 ook daar weer bergen en vulkanisme. Daar was hij ook heel, heel erg in geïnteresseerd. Mm. Um, hij had toen overleg met, uh, met, met, met Engelse or, uh, organisaties. Um, maar dat ging toch niet goed. Want uh, ja. Um, die, die waren eigenlijk uh, er niet voor dat hij dat deed. Dus het was een East Indian Company. Die heeft op plaats zijn, uh, zijn, zijn ondersteuning teruggezegd. Okay. Misschien ook wel omdat hij zijn tijd ook al vooruit was. Hij was ook heel kritisch over kolonialisme, over uitbuiting, ah. over ontbossing. Ah. Hij vond dat we verkeerd met de, met, de, met de omgeving omgingen. Dat landbouwers het vernielden voor een deel het land in ja. Mexico. Ja. Dus hij was heel kritisch. Ja. Nou, dat was voor die East uh, Indian Company, was dat, dat niet zo? Nee. nee, die, nee. Dus dat, tot zijn grote frustratie is dat niet gelukt. Hm. Toen heeft hij wel nog een reis naar Siberië gemaakt. Daar oh, heeft natuurlijk ook weer een aantal delen oh. over gepubliceerd. Ja. ja, en het is in feite uh, toch wel heel bijzonder. Uh, hij, hij heeft toen uh, vijf prachtige delen uitgegeven. Kosmos, de kosmos. Het woord kosmos heeft hij. Dat heeft hij in feite ja. ook heruitgevonden. Okay. Dat bestond daarvoor helemaal niet. Maar mm. de kosmos, dat, dat, ja, dat stond voor hem voor orde en schoonheid. Mm. Zoals de Grieken dat ook al deden. Ja. En als hij beschreef de aarde als geheel. Nou ja, in feite wat we later in de ecologie zijn gaan zien. Als moeder aarde, ja. uh, Gaia, Totaal, dat ja. soort ideeën. Ja. Um, en wat ook heel bijzonder was, hij heeft kunst en wetenschap verbonden. Met die, met die illustraties deed hij dat mm -hmm. al. Hij liet echt mooie kunstwerken maken van, van, uh, om, om zijn ideeën vorm te geven. Maar hij zei ook van je moet natuur, moet je, dat is ook een gevoel wat je erbij moet hebben. Dus hij combineerde mm -hmm. gevoel, kunst, wetenschap, dat hoort bij elkaar. Ja. Okay. En dat is heel grappig, want er is steeds weer, en de laatste tijd is dat ook weer in de wetenschap zo, dat er meer oog is van, ja, maar je moet wetenschap ook aan de man weten te brengen. Je moet het, ja. je moet het kunnen vertellen, je moet het uit kunnen dragen... en je moet ja. het kunnen beleven. Mm. Uh, nu met, met nou, de problemen die Humboldt al eigenlijk al voorzag... die klimaatcrisis en alle ellende die we hebben met biodiversiteit. Daar moet je beelden bij hebben, want anders zegt het mensen ja. niks. Ja. Die, die, ja, pas als het te laat is. Dus ja. je, je moet emotie weten te verbinden met de pure wetenschap... En je moet het ook nog op een mooie manier doen. Ja. Nou, daar ja. is hij eigenlijk zijn tijd al heel ver vooruit geweest. Ja. Dus in feite, ja, is het een heel bijzonder mens geweest. Ja, ik vind het ongelooflijk dat hij haast zo 90 nu, uh... jaar geworden Ja. Uh, ongelooflijk veel uh, correspondenties gehad. Hm. En, en dus in heel veel vakgebieden eigenlijk de grondlegger geworden. Ja. En dan is het verbijsterende, haast vergeten. Ja. Er is in uh, 2016 heeft een, een hele goede uh, Duits-Engelse auteur, Andrea Wolff, een prachtige biografie over hem geschreven. Dat heet De Uitvinding van de Natuur. Ah, zo groot zetten we hem neer dan. De ja. Invention of Nature. Ja. Het is nog steeds goed te krijgen. Ze heeft meerdere fantastische boeken geschreven. Ja, we zetten ook wel even een link in de, in de show notes. Ja. Ja. En als je dat leest, het is heel spannend, want zij weet die, ze, ze blijft keurig bij de feiten, maar, maar hij is heel goed gedocumenteerd. Hm. Er is ook heel veel van zijn aantekeningen zijn bewaard gebleven. Dus het is heel goed na te vertellen. Dat doet ze fantastisch. Het is heel spannend om te lezen hoe hij zijn, zijn reizen beleeft. Hoe hij een aardbeving beleeft. En dan meteen naar buiten rent om de meetapparatuur op te stellen. Om de, hoogte, de grootte van de aardbeving vast te stellen. Ja. Ze ontsnappen net aan een vulkaanuitbarsting. Nou, je, je wil het niet weten. Ze, ze, nee. ze gaan op een heel rank bootje over rivieren. En dat dreigt weer om te het leest als een, echt als een, als een pure avonturenroman. Ja. Maar ze beschrijft dus ook heel mooi hoe hij ja, tussen Parijs en, en Berlijn heen en weer fietst. Hoe hij probeert een beetje overal uit te blijven, maar zijn ideeën wel aan de man te brengen. Ja. Het is een, ik heb hem ademloos gelezen. Het is heel goed vertaald in het Nederlands. Dus het is geen enkel probleem om het in het Nederlands te lezen. Ja, ja. Het is, natuurlijk, het is in het oorspronkelijk in het Engels geschreven. Ja. Maar Andrea Woolf, niet vergeten, de, de, de uitvinding van de natuur. Nee. Prachtig boek over Humboldt. Ik, ik zit zo naar je te luisteren, man, moet ik eerlijk zeggen. En ik denk van hij heeft gewoon misschien wel te veel gedaan. Als je kijkt naar Darwin, die heeft ook één boek, The Origin of Species, gemaakt. Nee, hij heeft meerdere gemaakt, maar dat was wel de, ja. Het, het, het ja. boek. Maar hij komt in één keer met, met 32 boeken. Dat is ook wel. Pff. Ja, nou, eigenlijk, dus het enige is, is, is puur een reisboek. En ja. dan zijn ideeën heeft hij verzameld is in de kosmos. Ja. ja, en in zijn tijd waren dat hele beroemde boeken. Maar dat was natuurlijk ook wel pittig, die vijf delen kosmos. Ja. Dat is pittige literatuur. Mm. Ja. Ik, uh, ik, ik ben net, daar zullen we binnenkort misschien ook even geweest... in de bibliotheek van, van Artes geweest, de Artesbibliotheek. Daar staan ja. zijn delen ook. Oké. Okay. Ja, uh, ja het, het is niet iets wat je zo even. Zijn nee. werk lees je niet zomaar even weg. Nee. Nee. Hoe prachtig die platen ook zijn. Ik bedoel, het is heel slim dat hij die platen gemaakt ja. heeft. En daardoor ja. kon, hij, kon hij zijn idee aan de man brengen. Ja. Ja. Maar daar, we hebben het boekje nu van. Uh, van uh, Andrea Wolf. Nou, hartstikke mooi. Nou, mensen voor wie het uh, wil gaan lezen. Uh, kijk even bij ons in de show notes. Dat zie je onderaan de podcastaflevering. En dan zie je een link naar het boek. Nou, hartstikke leuk. En Menno en ik hebben ook nog een nieuwtje. Want vanaf 21 december. hebben we wat bijzonders. We gaan het namelijk hebben over eten met kerst. Ah, en nu denkt hij natuurlijk van eten met kerst. Wat nou, gaan we nou ook nog gerechten doornemen met Menno en Erwin? Hebben die jongens nou ook nog verstand van koken? Nee, dat kan ik nu wel vertellen. Ik in ieder geval niet. Ik weet niet hoe Menno's kookkunst is, maar daar gaan we het niet over hebben. Maar we gaan het hebben over eigenlijk wat er gebeurt als je eten in je mond stopt. Dus we gaan het hebben over de mond en over het kouwen. We gaan het hebben over de slokdarm. We gaan het hebben over de maag, de dunne darm, de dikke darm. Ja. En dan eindigt het natuurlijk met de poep. Nou, dat leek ons nou hartstikke leuk om dat elke dag te doen. Dus vanaf 21 december is er elke dag een korte aflevering van Menno en Erwin. We hebben het over eten met kerst.